We halen Johnny er weer bij. Kom erbij. Kom erbij, kom erbij. Voordat jij gaat optreden, gaan we samen kijken naar het silhouet van jouw familielid. Om eens even te kijken of we daar iets wijzer van worden. Dit is ze. Dit is jouw familielid. En de vraag is dan natuurlijk, wat ben jij van Johnny? Ik ben het achternichtje van Johnny. Okay. Achternichtje. Het achternichtje van Johnny. Ja, we maken het jullie niet makkelijk. Nou. Mattie. Ja, kan het nog verder weg? Zeker. Goh. Ja hoor. Ja. We hebben wel eens de zus van de achternicht, van de tante, van de oma. De andere, nee, maar goed, ik kan er op basis van dat kunnen we niks uitsluiten natuurlijk. Nee. Dus we houden vast aan Nederland vertegenwoordigd op. Op. Ja. Het Songfestival. Ja. Oké. Okay. Denken wij. Kees? Ja. En daar heeft Kees veel verstand van. Nou, nee, men denkt altijd dat ik met al die vlaggetjes, met Songfestival, met al mijn nichten, vrienden op de bank zit. Dat denk ik inderdaad. Inderdaad. Ja. Ik heb helemaal niet zoveel met het Songfestival. Oh? Nee. Oh. Ik vind het echt heel moeilijk. Nou, we gaan gewoon luisteren. Johnny gaat naar zijn plekje. Samen met zijn achternichtje zingt Johnny Unchained Melody. Dit was prachtig, Johnny. Ja, Kees, neem jij het even over. Nou ja, wat wij hier volgens mij alle vier gelijk zeiden tegen elkaar. Wanneer jij in die laag te zitten, zo'n mooi, warm, laag geluid. Dat pakt ons allemaal. Prachtig timbre. Timbre, dankjewel, Matt. Kijk, dit is nou weer dat radio. Muziekkenner. Ja. Nee, maar dat is echt heel mooi. En we maar horen samen allemaal, ook, hè? Samen ook. Prachtig. Roxanne en Mattie, wat deed dit met jullie, dit optreden? Nou, ik vond het zo leuk om te zien. Tijdens het eerste optreden zie je zijn ogen al glunderen op het moment dat hij mag gaan zingen. En dat werd nog wat heftiger toen zijn familielid erbij kwam. Ja. Dus hij stond vol trots op het podium. Vond ik sowieso heel leuk om te zien. En ik denk dat je aardig wat in je mars moet hebben om dit liedje te kunnen zingen. Absoluut. Ik denk dat het familielid wel echt... pro dat, is. Het is ook leuk om het familielid weer te horen zingen. Want ik heb haar al best wel lang niet horen zingen. En het klinkt echt fantastisch. Dus ik hoop ook dat we dat veel vaker gaan horen. Ja. Maar ik hoor hieruit dat je het gewoon helemaal al definitief... Wij zijn wel vrij zeker van onze zaak. Zijn jullie ook al zeker van jullie zaak, Kees? Nou, we zijn niet zeker, maar sorry, we hebben net wel besloten dat we gaan, voor de keuze die we nu net hebben gemaakt. Dat gaan we doen. Ja. Okay. Sorry, voor het gesprek. Nou, dan snap je, ik wil het dan als eerste van jullie horen. Jullie definitieve keuze, voor wie gaan jullie? Nou, Kees, jij bent voorzitter van dit bestuur. Moet ik het zeggen? Kijk op die gesloten houding van Caroline. We vinden het heel moeilijk.
Komt-ie. Ja. Franca. Nee, de volledige naam. Dit is geen antwoord. Nee, maar zij, net als Madonna, heeft ook alleen Madonna. Ja, maar nee. Franca, Kees. Nee. Ja. Franca. Ja. Ja. Roxanne en Mattie, zeg je, wat is jullie definitieve keuze? Ja. Joan Franca. Joan Franca. Joan Franca. Oh, ja. Joan Franca. Jee, oh. Joan. Ja, Tol, ben je lekker laat mee. Ja. Zijn we nu af? Joan Franca. Joan Franca. We gaan gewoon eens kijken. Wie is het bekende achternichtje van Johnny? Laat jezelf maar zien. Heel mooi. Joan Franca, heel goed je te zien. Wat klonken jullie prachtig samen. Nou. Dat sowieso. Het was echt emotioneel om naar jullie te luisteren. Hoe was het om het te zingen samen? Ja, ook heel emotioneel. Ja, we hebben eigenlijk nooit met elkaar gezongen. En ja, wat hij al zei, als kindje, dan ging ik wel eens naar hem kijken. Ging optreden in de Efteling of wat dan ook. Dat was heel magisch. En om dat nu samen te doen, dat is wel emotioneel. Ja. Voorstel, ik zie het ook aan je. Ja. En sowieso, Roxanne zei al, we hebben je een heel poosje niet gehoord. Dus wat fijn om je weer hier op een podium te zien. Het is niet dat je gestopt bent met zingen, toch? Nee, zeker niet. Nee, ik zing nog steeds. Ik schrijf mijn eigen liedjes nog steeds. Dus leuk. Bezig. Prachtige stem. Een prachtige stem, dat was het inderdaad. Hè? Ja. Roxanne en Mattie, jullie wisten het vrij snel. Ja. Ja, ik herkende het silhouet. Ik herkende je gezicht ook heel snel eigenlijk toen je je omdraaide. Ja, en ik moet zeggen, voor iemand die we lang niet hebben gehoord, hele herkenbare stem. Ja, heel erg. Op het moment dat je begint te zingen, denk je wel meteen, oh ja. Ja, dat is Joan. Ja. Ja, leuk. Joan Franca, Kees en Caroline, jullie hadden het half goed. Half goed. Wat doe je daar nu mee? We kregen een half punt voor. Oh, gelukkig. Zullen we de hints even doornemen? Want er waren best wat hints die naar jou leiden. Qua uiterlijk lijken jullie niet op elkaar. De vader van Joan komt niet uit Nederland. Joan heeft Turkse roots. Dat was de foto ook die jullie zagen. Hm. Johnny zei dat Joan het volk vertegenwoordigd heeft. Nou, dat sloeg natuurlijk op die deelname inderdaad aan het Eurovisie Songfestival. En jij vindt haar nu beter dan ooit. Was een verwijzing naar jouw indrukwekkende deelname aan het programma Better Than Ever. Nou, dat waren de hints die voorbij kwamen. Ik vind het een punt waard bij Roxanne en Mattie. Een half punt bij Kees en Caroline. Goed gedaan allemaal. We willen nog één keer van jullie genieten. Dan mag ik een heel groot applaus voor Joan Franca en Johnny. Joan Franca en haar oom Johnny.